Welkom bij deze update van BNP Paribas. Na een positieve start sloot de S&P 500 en Dow Jones licht lager. De Nasdaq werd door een handjevol techfondsen in het groen gehouden. De banken hadden het juist lastig na de recente downgrade. Vandaag staat alle focus op Nvidia, dat na beurs de cijfers laat zien. De verwachting is een omzet van rond de 11 miljard en natuurlijk veel aandacht voor de outlook in combinatie met artificial intelligence. En retailers lagen onder druk naar de tegenvallende resultaten van Macy's dat 14% moest inleveren. De cijfers van Leuwen konden nog wel bekoren. Baidu zag zowel de omzet en de winst voorstijgen en maakt ook gebruik van Artificial Intelligence. Het aandeel trok 3% aan. Grote tegenvaller was Zoom. Na de nette cijfers opende het aandeel nog in het groen, maar sloot uiteindelijk 11% lager. En een tegenvaller voor liefhebbers van een stevig ontbijt, porkbelly oftewel bacon, is dit jaar verdubbeld in prijs, mede door strengere dierwelzijnswetten in Californië. En cijfers over de Japanse economie lieten een lichte verbetering zien. Wel heeft men een oplopende ruzie met China. En die gaat over het lozen van grote hoeveelheden afvalwater door Japan, dat al decennia werd opgeslagen na de ramp met de elektriciteitscentrale bij Fukushima. De Nikkei en Hang Seng trokken licht aan, Shanghai Composite en Cosby Index sloot een half procentje lager. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets hogere opening. En Alphen zag, zoals er reeds voor gewaarschuwd, de marges afnemen van 35,3 tot 30,5 procent over de eerste zes maanden. De omzet trok nog wel met 9 procent aan tot 224 miljoen. En breken we deze op in de verschillende divisies, dan zien we dat de lucratieve laders voor elektrische voertuigen... de omzet met 36% zagen dalen, waar energieopslag dik 520% aantrok. Maar daar zit echter fors minder marge op. Netto bleef er 60% minder over, namelijk een dikke 10 miljoen. Voor heel 2023 voorziet men een fors hogere omzet van rond de 500 miljoen en dat moet richting 2027 gaan verdubbelen. Ook verwacht men herstel bij de divisie voor het laden bij elektrische voertuigen. En Kendrion zag de omzet stevig aantrekken tot 137 miljoen, netto winst bleef gelijk op 3,7 miljoen. De divisie industrie zag wel lastige omstandigheden in China en Duitsland mede door de hoge inflatie. Wel is de nieuwe fabriek in China nu operationeel voor komend jaar. Blijft men voorzichtig en beperkt de investeringen. Pas vanaf 2025 ziet men sterkere groei. En randstad heeft aan de stok met de Belgische fiscus het bedrijf zou winst hebben weggesluist naar Zwitserland. Na verluid liggen er claims klaar ter waarde van bijna 73 miljoen. En Vopak gaat samen met GasUnie en Gate Terminal een nieuwe LNG opslag bouwen in de Rotterdamse haven. Op de agenda vandaag diverse samengestelde inkoopmanagers-indexcijfers vanuit de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Verder komen daar ook nog nieuwe woningverkopen, consumentenvertrouwen en olievoorraden uit. Bij de analisten zet Bernstein Adjen op kopen, koersdoel 1100, UBS zet ASML op kopen met een koersdoel van 780, ING zet EBUSCO op kopen, koersdoel 13. En opvallend, DZ Bank zet Nike op verkopen met een koersstoel van 95 dollar. Bernstein ziet het anders, die zetten Nike op kopen met een koersstoel van 134 dollar. Maar morgen is er wel gewoon een markets update van BNP Paribas.